Ze hebben de dagen geteld. 109 dagen hebben ze niet geschaatst. En eindelijk, nu mogen ze weer. Ik kijk er wel naar uit, want we hebben een paar maanden niet op het ijs gestaan. En dat was niet heel leuk. Ik verwacht wel dat het goed gaat, maar ik vind het toch wel een beetje spannend. Omdat ik ben wel nog een beetje bang om te vallen, dat pijn gaat doen. En dus gaat het allemaal net iets voorzichtiger dan normaal. Heel raar, echt. De eerste stap dat ik op het ijs zette, was zo'n vreemd gevoel. En ik glij ook echt alle kanten op. Het is echt wel nog even wennen. Vanessa, volgens mij ging jij best lekker. Ja, ik ben het niet echt verleerd. Het viel eigenlijk best wel mee. Nou, het ijs voelde in het begin heel raar. Een beetje plasticachtig voelde het of zo. Maar het gaat steeds beter nu. De afgelopen maanden hebben deze meiden thuis bijna elke dag hard getraind om in vorm te blijven. We hebben krachttraining gedaan, conditie en technieken. Rennen, even joggen en zo. En daarna hadden we online trainingen thuis. En dan gingen we vooral bij schaatsvaardigheid, dus goed springen en zo. En vond je het moeilijk om door te trainen los van het ijs? Ja, best wel, want het is wel anders. Minder leuk? Ja, dat is ook waar. Wat heb jij het meest gemist de afgelopen maanden? Gewoon het gevoel op het ijs staan. De pirouetjes, de axel en zo. Ik heb gewoon gemist hoe je lekker op het ijs aan het rijden bent en je springt en je doet een pirouette. En dat heb ik echt gewoon echt gemist, hoe je hier naartoe komt, bijna iedere dag.